Het Rijksmuseum is 10 jaar onder renovatie geweest en eigenlijk is alles in het museum veranderd. En ik denk dat het nieuwe licht, dat zijn de parels in de kroon. Licht is het allerbelangrijkste voor kunst, goede belichting. Het is ongelooflijk mooi gedaan. We hebben het museum gemaakt als een tijdmachine. Als een wandeling door de tijd loop je als publiek er doorheen. En hier staan we in de 19e eeuw. Nou, die ademt ook een bepaalde sfeer uit. Daar hangt bijvoorbeeld een prachtig schilderij, De Kinderen der Zee, van een schilder uit de 19e eeuw, Israëls. Daar voel je gewoon door het licht wat erop staat, alsof je zelf op het strand staat op een hele mooie dag. Het hele kleurenspectrum, wat je kan bereiken met LED, dat zit in deze spots. En dat betekent dat je dat ook uit die schilderijen krijgt. We zijn begonnen met het Rijksmuseum om een innovatieteam op te richten, waarbij we gezamenlijk keken wat zijn nou de zaken die we tot oplevering voor elkaar moeten krijgen. En die samenwerking hebben we heel intensief gehad, eigenlijk wekelijks. En dat is een hele fijne samenwerking geweest tussen Philips en het Rijksmuseum. Ongelooflijk tevreden terug op de samenwerking die we hebben gehad, maar ook de samenwerking die we tegemoet gaan, zodat we altijd cutting edge licht blijven leveren.